Hey allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week beginnen we even anders. Het is op dit moment zondagmorgen. En jullie denken misschien, wat doet hij zondagmorgen op de zaak? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Ik was gistermiddag om 5:00 op de zaak, zaterdagmiddag dus. En ik kan niet naar huis, want thuis zitten ze in quarantaine. Dus ja, je moet wat. Nu hebben wij het geluk dat hier op de zaak kunnen wij alles. We hebben een douche, wasmachine, noem maar op. Dus dat gaat allemaal prima. Maar goed, leuk is anders natuurlijk. Dus ja, het beste er maar van maken en de hele dag maar een beetje hobbyën. Ja, gisteravond vast één tank gepoetst, wieltjes gepoetst. Dus dat is weer netjes, dus zometeen de andere kant. Dus ik kom de dag wel door. Nou, en gelijk wasje draaien. Ja, je weet het niet. Ik heb altijd wel spullen bij me voor 2 weken. Maar ja, het zekere voor het onzekere. Het staat er toch, dus waarom niet? Nou jongens, ik heb maar even een ontbijtje gemaakt, even een roerijtje. En met crackers, want ik heb nog geen brood, want ik moet nog boodschappen doen. Maar dat geeft niet. Dus ik ga nu eerst even lekker ontbijten. Smaakt prima. Kiwietje toe. Ik heb het ontbijt weer gehad. Lekker hoor. Eraf. Hij is weer een beetje toonbaar, dus ik heb mijn best weer gedaan. Ik ben wel gelijk zwart. Ja, dan zouden jullie zeggen, jongens, dan moet je handschoenen aan doen. Dat klopt, maar dan heb ik geen gevoel of zo. Dat kan ik niet. Dus vandaar dat ik niet met handschoenen werk. Maar goed, dus het is helemaal goed. Ik ben er klaar mee met poetsen. Nou, even kijken jongens of de was al droog is. Het is ondertussen zondagavond. En ik heb eigenlijk best een gezellige dag gehad. Want hier op de zaak, meestal op zondag zeg maar, gaan de jongens ook vertrekken. Dan komen de jongens spullen wegbrengen in naar de auto. Dus er is altijd wel volk. Dus prima. Dus ja, nu even wat te eten maken. Dus ja, ik heb gisteravond al een frietje gehaald. Dus nu doe ik even gauw koken. Ik maak even gauw een groene curry. Dus zo gebeurt. Dus dan eet je tenminste wel een beetje gezond. Ja, voor de fans van koken met trucjes, hier is er weer een. Alleen nu niet naast de auto, maar gewoon in de keuken. Curry en dip. Met de kokosmelk erbij. Ongeveer. Best. Goed. Alleen denk ik weer een beetje veel. Maar goed. Maakt niet uit. Hey, voilà. Aan tafel. Dus eerst lekker eten, dan lekker douchen. Helemaal goud. Nou, het is ondertussen maandag. En
Ja, we zijn weer op pad. Ik rij nu in Duitsland. En ik ben onderweg naar de trein. En waarom ga ik met de trein? Anders komt het helemaal niet goed met de rijuren. Of tenminste, dan komt het niet goed met de rijuren. Laat ik het zo zeggen. Zoals ik jullie al zei van het weekend. Ik was zaterdag begin avond op de zaak. Dus ja, en nou heb ik eigenlijk ook wel weer een knappe rit. Dus ja, anders gaat het gewoon niet met de 90 rijuren. Dus dat is de reden. Maar goed, maakt niet uit. Pauzeren, kopje takkenthee erbij. Lekker hoor. Kijk, dat is Ed voor me, denk ik. Van de Waard. Die gaat ook naar de trein. Als we dezelfde trein hebben, is dat wel gezellig. Want ik ben vandaag Remy van ons. Maar ja, dat is even afwachten altijd. Ja, dat is Ed. Vanmorgen kwamen er ook al twee van de Waard voorbij. Jan en Gerrit. Dus die zitten misschien ook nog wel op dezelfde trein. Dus ja, het is even afwachten. Dat is altijd, ja, je kent elkaar allemaal. Omdat je natuurlijk eigenlijk allemaal vrij vaak op de trein zit of regelmatig. Dus ja, dat is altijd wel gezellig. Hier, daar komen Gerrit en Jan ook al aan. Dus ik denk dat wij dezelfde trein hebben. Dat is gezellig. Weer ook gelijk de QR-code scannen, anders kom je de trein helemaal niet op. Volgend. Twee, oké. Okay. Nou, hij hoeft vandaag niet te scannen, alleen te zien. Ook goed. Ook goed. Kantoor moet ik zo nog een keer scannen, dus. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga mij even aanmelden. En dan dat is zo gebeurd. En dan kunnen we straks de trein op. Maar ik weet niet of ik het allemaal laat zien trouwens. Maar dat heb ik al een aantal keer laten zien. Maar ik kijk wel even hoe wat. Nou, die combi dat was niet Ed, maar dat was Ben. Maar dat is net zo gezellig, dus prima. Zo met de firma van de Waard, Tiro. Ik sta op de trein en ik sta pole position. En dan kan ik altijd wel janken, om heel eerlijk te zeggen. Want dan krijg je de volle laag met het roestwater en alle vuil voorop. En als het dan sneeuwt of weet ik wat, dan krijg je nog meer zooi erop. Dus ik word daar nooit zo heel vrolijk van. En de mensen die mij volgen op Instagram, die hebben het al gezien dat ik vorige week had ik precies hetzelfde verhaal. Dus ik zou eigenlijk bijna zeggen, niet weer. Nou, Gerrit gaat naar bed. Ik snap het genoeg. Welterusten, heren. Ik geef jullie weer de volgende, ik geef jullie morgen wat wel weer zien. Welterusten. Ciao. Welterusten. Ja, niet meer dus. Hoi. Nou, ondertussen zijn we wel even aan de gang. Ik was vanmorgen om 5 uur in de trein. Nu ben ik onderweg naar Santo Stefano di Magra, dat ligt bij La Spezia. Ik heb er vanmorgen al twee even gauw gelost,
Dus ja, ik kom daar eigenlijk net na de middag aan. Ik hoop dat ze het even willen lossen. Maar ja, dat is even afwachten. Ik ben in Santo di Stefano di Magra. En hier gaan we een lange pallet lossen met aluminium. En ja, ze willen, het is eigenlijk 12:30, maar ze willen het onder de middag even doen. Dus dat komt eigenlijk wel best uit. Ze moeten met twee heftrucks tegelijk eruit halen. Die pallet weegt 3 ton, dus te zwaar voor 1 heftruck. Oh, oh, oh. Gauw, wel mooi zo. Maar het is in ieder geval eruit. Best gelopen. Maar ze kunnen het wel met 2 heftrucks. Kijk trouwens recht in de zon, maar goed, vooruit. Zo jongens, die is er nog mooi uit. Dus ja, nu gaan we naar Massa. Dan moet ik tussendoor even 4 pallets ophalen. En daarna gaan we nog door naar Arezzo. En dan gaan we de andere kant weer op. Dan gaan we naar, ja, net onder Ancona moet ik er nog eentje lossen. Dus ik heb nog een drukschema, maar dat geeft niet. Prima.
zijn er. Dus eens even kijken of ze al begonnen zijn. Het is 2:05, dus ik denk het niet. Maar dat geeft niet, dus ik ga even kijken, even melden. Ik heb me eigenlijk dus gemeld en ik moet nog 25 minuten wachten. Dus het begint om 2:00, dus buiten gewoon. Een beetje lastig inritje, jongens. Je moet er blind indraaien. En dan parkeren ze ook nog een auto op de hoek. Altijd een beetje zo makkelijk, laat ik het zo zeggen. Je ziet net niks. Even kijken, even kijken. Yes, we zijn er voorbij. Helemaal goed. Helemaal goed. Mooi. Gaan we laaien. Nou jongens, ik heb weer wat meegemaakt. Ik had die geladen en ik moest even wachten op papieren. Nou, dus ik vraag aan die mensen, mag ik even naar het toilet? Ja hoor, dat is goed. Dus ik dan moet je hier naar boven. Dus nou, prima. Gaat die deur niet meer open? Is slot kapot? Dus ja, toen moesten ze hem even komen redden, zeg maar, om het slot van buiten open te maken. Ja, dat heb je ook wel eens. Nou ja, vooruit maar weer. Je maakt het mee. Jongen, jongen, jongen. Trouwens jongens, dit is mijn 50ste vlog. Er staan er natuurlijk wel meer op Leven op Wielen. Maar voor mij persoonlijk is dit mijn 50ste vlog. Dus dat vind ik wel een mijlpaal. Dat vind ik ook wel leuk. En eigenlijk wil ik jullie ook een beetje bedanken. Dat, ja, voor het supporten en het reageren en zo. Ja, door jullie blijf ik eigenlijk nog films maken. Of nog. Blijf ik eigenlijk meer films maken. Dus echt waar, bedankt daarvoor. Maar het is wel een mijlpaal. Op naar de volgende 50, zeg maar.
Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao, Johan. Domani mattina sette e mezza. Sette e mezza? Sì. Di dietro con la bianca? Dietro con di bianco? Sì? Ok. Come vuoi. Oh, la fianca a queste? Oh, per dietro, per di bianco va bene. Sì, perché lui non lo sa che ora via ancora. Ok. Oh, io parcheggio dietro, va bene. Je wordt op tijd weggezet, hè? Dat is een mooi plekje voor Basje, dit. Dat is top. Dit is helemaal goud. Kijk jongens, er liggen hier halve koeien in de vitrine, dus dat komt goed hier hoor. Nou jongens, net even lekker gedoucht. En nu even lekker eten. Het ziet er top uit, dus helemaal uit. Goedemorgen. Wakker worden hoor. Nou, het weer is ook omgeslagen. Gisteren was het best mooi weer eigenlijk. Het is niet best. Het regent ook. Ik ga maar even mijn eigen wassen, tanden poetsen, koffie zetten. En dan gaan we naar Arezzo. Dan daar even lossen. En dan naar Ancona. Ja, dat ga ik even doen. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Aangemeld en ja, ik moet wachten, want er staan er nog een paar voor me, dus dat is niet anders. Wachten op, ja, er staan allemaal auto's voor me om te lossen. Dat gaat allemaal één voor één. Maar kijk, die gaan een kraan, maar die gaan die kranen lossen, dat is leuk.
Zo gaat dat. Wel leuk om te zien. Ik kom hier trouwens geen kraandelen lossen hoor. Ik kom hier grote roldeuren lossen, zeg maar. Voor een loods of iets dergelijks. Ja, 6 meter lang. Het is trouwens een partij donker, jongens. Het lijkt wel avond, man. Nou, het begint ook nog keihard te regenen. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby. I'm so glad I didn't give up easy, chasing after you. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down and become the perfect man. What you like, what you don't, you should never be flying so. What if you, what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mind time? Been telling you, telling you, telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now. I will be right, right here. Right now. I will be right. Over 200 meter, je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Ja, ja. Oh, hier is het. Hier is het. Niet. Je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Jongens, we hebben nog middagpauze, denk ik. Ik heb op belletje gedrukt, maar er is nog niemand open. Dus een beetje jammer, want ik sta een beetje broed op de weg. Nou jongens, daar viel weer niks tegen. Ja, al heb ik er wel 1,5 uur gestaan hoor. Want het was hier om 1 uur en ze hebben pauze tot 2:30.
Dus dat schoot niet op. Maar hij is in ieder geval zo gelost. 10 minuten. Dus nou ja, goed. Nu ga ik eerst weer eens een stukje omhoog rijden. Nou jongens, dit was hem weer voor deze week. Ik ga er een eind aan breien. Ik ga nog een paar uurtjes rijden. Maar dat is voor jullie niet zo heel interessant eigenlijk. Dat is alleen maar snelweg. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Doe dan even een duimpje. En heb je vragen of iets dergelijks? Of wil je reageren? Doe dan reageren. Vinden we altijd leuk. Dus en tot de volgende keer. Hoi hoi!